No way. Blokplaatsen. Hallo mensen, tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe aflevering van de Minecraft Hardcore Survival. In deze aflevering wil ik eigenlijk op zoek gaan naar een Nether Fortress. Ik heb hiervoor nog even geenchant. Ik kreeg hier Power 4, Punch 2 en Inbreking 3 op en hier dan Fire Aspect 2. En Unbreaking 3. Dus laten we even op verkenning gaan op zoek naar een Nether Fortress. Dit wordt zeker wel een gevaarlijk avontuurtje. Vooral in de nieuwe update is een Nether Fortress vinden wat moeilijker. Het zal ons waarschijnlijk wel lukken. Laten we naar daar bouwen. We moeten wel oppassen voor die wezens. Ik weet de naam niet, maar ze zijn heel sterk. Oh ja, ik kan ook met shaders spelen. Kijk, dan ziet de Nether er opeens weer helemaal anders uit. Het moet belangrijk de hele tijd shift in te houden. En we gaan gewoon verder. Mijn computer maakt wel veel meer lawaai als ik met shaders speel. Dus hopelijk horen jullie dat niet. We gaan gewoon verder met granite. Kobbel is op. Springen. Oké, laten we nu daar gaan. Ik ga toch met zonder shader spelen. Gaat veel gemakkelijker, dan kan ik ook beter zien. Oké, we vinden nu dus die bio met die soul speed. En die wezens zijn sterk. Die wil je niet achter je hebben. Even terugtrekken. En dan even eten dan ook nog. Eerst de skeletons afrekenen. En dan snel die dingen vermijden. En we zitten nu bij die Soul Sand biome. Oh, we kunnen daar nog steeds op rennen. Dit is wel even spannend. Vooral met die wezen. Nee, rennen. No way, pak me bijna. Oef, bijna doodservaring hier zo. Kan hier beter weggaan. Maar ik heb nog steeds geen Nether Fortress gevonden, helaas. No way. Blokplaatsen. Wow, net op tijd. Hoe lang heb ik fire resistance? Oh, 2 minuten maar. Ik was even net op het nippertje dat ik gered ben. Daar kom ik wel even goed vanaf. Ik was bijna dood. Dus. Oh ja. Nu heb ik een advancement. Of een challenge voltooid. Dat we in elke biome zijn geweest. Dan. Wat. Dat is. Explore all nether biomes, dus alle biomes in de nether. We hebben nog 1 minuutje fire resistance. Heel pas worden aangevallen door ghosts. Even poog gebruiken. En de bal terugslaan. Nu die andere ghost nog. Okay, we hebben nog geen fortress gevonden. Hopelijk kunnen we zo meteen nog een vinden. Even wat souls aan het meenemen, want we hebben nog niet. Oh nee, skeleton. Hopelijk er op tijd zijn pijlen. Ah, hier vinden we eindelijk dan de Nether Fortress. Na een hele lange tijd zoeken en toch wel spannend avontuur. Krijg gewoon in. En dan is weer een advancement die we halen. Ik ga even snel. Oh nee. Daar gaan we weer. Ja, diamond. Oké. Wel blij met die diamond. Ik hoop ik zie hier ook nog een diamond in. Ah, nee, wel wat horse armor en zo. Ik heb nog van die dinges nodig. Ah, dat heb ik dus nodig. Die rode dinges. Nether wart. Dat was het.
Ik hoop gewoon dat ik hier nog levend vanuit geraak. Gewoon wat goud. En een zadel. Dat is ook leuk om te hebben. Oké, de eigen zwaard mag wel weg. Ja, hier hebben we de spawner. Dus hier moeten we gewoon wat blazerots gaan grinden. Daar zijn ze weer, de blazers. Oh nee. Ik moet opletten of ik ga weer dood. Ik heb even een plan. Als ik nu even een schild ga maken. Een schild is nog best OP. Dus hout hier, hier, hier. Dan heb ik een schild. Schild bij de hand nemen. En dan kan ik er weer tegenaan. Schildblokken. Tot nu toe wel de meest spannendste aflevering. Want we hebben heel veel actie en bijna doodservaringen. Ik heb iets van 10 blazerots nodig. We hebben bijna genoeg. Ja, daar is weer een blaze. 8. Ja, 8 is ook wel genoeg. Laten we de Nether Fortress gewoon wat verkennen. Hier zijn we nog niet geweest. Oké, de place is spannend daar en ik moet ook stilaan afleveringen afsluiten, want ik hoorde net dat ik nog moet gaan eten. Dus vind je deze video leuk, laat het dan even weten in de reacties. En zie ik weer terug bij een volgende video. Ik moet afsluiten, want ik moet nu zo nog gaan eten. En de missie is geslaagd, we hebben blazerots gekregen en zo. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus bedankt voor het kijken naar de video. En dan zie ik je terug bij een volgende video. Doei doei.